is aangekondigd, we gaan het hebben over exoten en voedselbossen in Nederland. En dat is een spannende relatie, hebben we gemerkt. Want voedselbossen, die op zich een wenselijke maatschappelijke ontwikkeling belichamen, met bomen laten groeien die koolstof binden, herstel van de bodemfunctie, verrijking van biodiversiteit aantoonbaar, krijgen ook nog wel eens kritiek uit de hoek van mensen waarvan we dachten dat het bondgenoten waren, natuurbeschermers, omdat er exoten groeien in voedselbossen. Daar gaan we vanmiddag nader op in. Waarom groeien er exoten in voedselbossen? En moeten we misschien beter op gaan letten welke exoten in voedselbossen groeien? Of op welke manier kan het op een verantwoorde wijze gebeuren? Voordat we dieper op de exoten zelf ingaan, is het ook belangrijk om te beseffen dat een voedselbos een door mensen ontworpen op voedselproductie gericht systeem is. Dus daarmee is het een vorm van landbouw. En dan is het vervolgens een vorm van landbouw waar een diverse polycultuur, dus niet een monocultuurveld met maar één gewas, maar juist meerdere houtige soorten, de hoofdrol spelen. En dat je probeert aan te sluiten bij ecologische principes zoals die in een natuurlijk bos werken. En dan krijg je bodemvruchtbaarheid die zichzelf opbouwt en in stand houdt. Een waterhuishouding die behoorlijk robuust is. En heb je geen externe inputs nodig. Een vorm van landbouw. Dus een voedselbos is gericht op het produceren van ons dagelijks voedsel. En hier zie je de vorige versie, die vond ik mooier om te tonen, van de schijf van 5 van het voedingscentrum. Dus wat wij dagelijks moeten eten, iets uit die 5 verschillende vakken om een gezond menu te hebben. Nou, je thee of water. De thee Camellia sinensis stamt eigenlijk uit China. Aardappelen, die eigenlijk uit Peru stammen. Brood, en of het nou van tarwe, gerst of rogge is, dat zijn Aziatische planten. Bonen, die stammen uit Zuid-Amerika. De volkoren pasta, net als het brood uit Azië. De appel uit Kazachstan, de banaan uit Zuid-Azië, de paprika uit Mexico, de sinaasappel uit China, de wortel uit Noordwest-Europa, de sperzieboon uit de zuidelijke regionen, de tomaat uit Mexico, de broccoli uit Noordwest-Europa en de tofu, de sojaboon uit China. Oh, en de zonnebloemolie in die fles uit Noord-Amerika. Dus ons dieet, levend in Europa, is voor een groot deel gebaseerd op gewassen van elders. Landbouw is werken met exoten. Omdat anders Europa misschien ook wel erg weinig te bieden heeft aan voedsel. Dat is herkend en onderkend door de Russische wetenschapper Vavilov, die doorhad dat van de voedingsgewassen die in Europa werden geteeld, een groot deel herkomstgebieden elders had. Dat zijn hotspots van biodiversiteit die zuidelijker liggen, kun je zeggen, vanuit Noordwest-Europa gezien. Overigens, en dit is een wereldkaart die een beetje raar in elkaar steekt, wat wel vaker gebruikt. De Evenaar ligt hier zuidelijker. Dus op de onderste helft, op 1/3 van de kaart. Dus ongeveer hier. Dit is de Evenaar. Maar het blijkt dus dat gebieden met een hele hoge biodiversiteit, waar veel van onze voedingsgewassen vandaan komen, liggen wat zuidelijker en vaak in bergachtige gebieden. Dit is een belangrijk inzicht. Overigens was het ook gebonden aan de tijd, 1926. Het dieet in Europa was toen de tijd heel erg ook gebaseerd op eenjarige teelten. Dus dat is een latere toevoeging aan de Vavilov-kaart, zou nog veel meer meerjarige teelten toevoegen. Net zo goed als, even terug naar de schijf van 5. Dit zijn op de appel na, al die planten, en het zijn de steken een stuk of 15, zijn allemaal eenjarige teelten. Terwijl voedselbossen gebruiken meerjarige teelten en kunnen dan ook een rijk en palet aan eetbare soorten produceren. Dus ook dit zegt iets over cultuur. De landbouw in Europa is monocultuurteelt geworden met veelal dominantie van eenjarige teelten. En er zijn dus eigenlijk meer eetbare soorten dan we in het gangbare menu vertegenwoordigd zien. En die komen voor een deel misschien wel uit net andere Vavilov-centra, om ze zo te noemen, dan op deze kaart staan.
Maar over het algemeen kun je zeggen, hoe zuidelijker, hoe dichter bij de evenaar vanuit het noorden gezien, of zuidelijk halfrond, hoe noordelijker, hoe verder van de Noord- en Zuidpool af, hoe meer biodiversiteit er is. Berggebieden kennen meer biodiversiteit. En Europa heeft nog een extra dingetje, en dat heeft met de ijstijden te maken. De zuidgrens van het landijs tijdens diverse ijstijden is op deze kaart weergegeven. Dus de gletsjers schoven vanuit Scandinavië. En met name de ene laatste ijstijd, die gele lijn, drong dus vrij ver naar het zuiden door. In Nederland volgt die ruwweg de lijn van Haarlem naar Utrecht naar Nijmegen. Dus vertaald van voedselbos Houtrak via voedselbos Haarzuilens naar voedselbos Ketelbroek in het Rijk van Nijmegen. Daar lag het landijs. Ten zuiden daarvan, dus Brabant en Limburg en België en Frankrijk waren een tundra. En ten zuiden daarvan ligt de Middellandse Zee. Dus toen waren veel soorten in Europa in de val en zijn uitgestorven. Dus Europa heeft een gebrekkige biodiversiteit van zichzelf. En grappig genoeg kijken we hier op deze luchtfoto van ons voedselbos op de achtergrond in het zuiden, dus waar de zon ook schijnt, aan tegen het einde van die gletsjertong uit Scandinavië. Daar ligt de stuwwal in het Rijk van Nijmegen met het Rijkswald, de Sint-Jansberg, de Mokerhei op de heuvels. Op de voorgrond zie je voedselbos Ketelbroek, pakweg 10 jaar na de eerste aanplant, want we begonnen op die kale akker die links in beeld is. Links is een maisakker, maar een voedselbos is een meerjarig systeem met dominantie van bomen en struiken. Dus het groeit ook de derde dimensie in. Zoals je kunt zien, er ontstaat een gelaagd ecosysteem. 2 velden verder naar het zuiden ligt een zeer gewaardeerd natuurgebied. De Bruuk, met blauwgraslanden, dus zeldzame vegetatie. Orchideeën groeien daar, maar ook moeraskattenblad, wateraardbei. Er leven ook insecten die relaties hebben met die planten. Dit is echt zo'n Natura 2000 gebied dat hevig belast wordt door stikstofemissies. En je ziet het eigenlijk omgeven worden door die raaigrasgroene velden die ook ons voedselbos omgeven. In het natuurgebied is Staatsbosbeheer de kundig beheerder die verstralend maaibeheer doet. Dus het afvoeren van strooisel om eutrofiering, verrijking te voorkomen, want daar kan die kwetsbare vegetatie niet tegen. En net naast de reservaatsgrens zijn raaigrasvelden waar bestrijdingsmiddelen gebruikt worden en mest geïnjecteerd worden. Dat is een ongelukkige samenloop van 2 systemen die allebei met publiek geld gefinancierd worden. En de discussie die nu op gang doet over landschapsgronden en bufferzones zou misschien een prettige combinatie van landbouw en natuur in het landschap mogelijk maken. We hebben veel baat gehad bij een onderzoek naar de biodiversiteit, een gestandardiseerd onderzoek naar biodiversiteit in voedselbos Ketelbroek en voor dezelfde oppervlakte in het natuurgebied De Bruuk. En deze 2 onderzoeken hadden de verrassende uitkomst dat voedselbossen enorm goed werken voor biodiversiteit. Dat eigenlijk de aantallen broedvogels, nachtvlinders en loopgevers waren vergelijkbaar of mogelijk zelfs hoger in het voedselbos vergeleken met dat kwetsbare, zeldzame natuurreservaat. En dat is natuurlijk een enorme opsteken. Het was onze ambitie om natuur en landbouw op een positieve manier te combineren. Niet langer een landbouwsysteem dat bijdraagt aan de klimaatcrisis waar ze slachtoffer van dreigt te worden. Niet langer een landbouwsysteem dat ons landschap leeg en stil maakt en waar soorten verdwijnen, zoals 80% van de insecten en miljoenen vogels uit het Nederlandse landschap zijn verdwenen. Maar een systeem dat rijk is met natuurwaarde en tegelijkertijd voedsel produceert. En dan denk je goed bezig te zijn en dan verschijnt daar zomaar een rapport met een foto uit Ketelbroek op de omslag. Dat is dan een mooi deel van het rapport. Waarin voedselbossen behoorlijk kritisch bejegend worden, omdat wij mogelijk exoten en invasieve planten, daarmee invasieve plantensoorten zouden
in het landschap zouden brengen en een risico vormen voor natuurgebieden. Dus het rapport gaat niet in op bestrijdingsmiddelen, niet in op stikstofemissies, ook niet op microplastics of droogtestress veroorzaakt door wateronttrekkingen, door de reguliere landbouw. Het gaat in, hey, pas op, in voedselbossen groeien exoten. En er werd zelfs gezegd, er groeit 82% van de aanplant is exoten. Nou, dat was een beetje een slordige vragenlijst die was uitgestuurd. De mensen van Voedselbos Glimmen hadden die in vol naar eer en geweten ingevuld. Maar aangezien dat een voedselbos is dat startte op een verwaarloosde voormalige kwekerij, stond die vol uitheemse soorten. En bijvoorbeeld de Continiaster, een dwergmispel, die niemand in zijn voedselbos wil aanplanten omdat hij niks eetbaars oplevert, staat ook op die lijst en leidt tot zo'n percentage. En eigenlijk gaat het rapport een beetje mank, omdat het niet is voorgelegd aan degenen die hebben meegewerkt. Het is niet peer-reviewed en heeft daarmee niet echt een wetenschappelijke standaard. Dat gezegd hebbend en deze kritiek geformuleerd hebbend, is het misschien toch nuttig om te kijken van wat is er van waar en waar moeten we op letten. Nou, allereerst in de exotendiscussie is het belangrijk om te beseffen dat invasieve exoten kunnen soms schimmels zijn, soms insecten zijn, soms zoogdieren zijn. En ja, er kan grote schade worden aangericht. Bedenk alleen maar het verhaal van hoe de Amerikaanse tamme kastanje, de Castanea dentata, die enorme grote kastanjewouden in Noord-Amerika vormden, die heel belangrijk waren voor de mensen daar, die zijn uitgeschakeld door een schimmel uit Azië. Dat is dan een invasieve exoot, die schimmel. En die kan op een ander continent, bij een boomsoort die niet in de evolutie met die schimmel heeft kennis gemaakt, een fatale uitwerking hebben. Ook berucht is dat als je kleine geïsoleerde eilanden met een eigen endogene flora en fauna opeens daar katten of ratten loslaat, dat die de unieke soorten die daar een plek hebben gevonden, die niet zijn ingespeeld op zulke natuurlijke vijanden, want ze zijn daar niet van nature, kunnen grote schade aanrichten. Dus we moeten zeker oog hebben voor het achterloos verspreiden van schimmels, insecten, zoogdieren, zeker naar kwetsbare gebieden. Maar als het gaat om landplanten, planten die op het land groeien, dat staat hier wat chic omschreven als terrestrische planten, dan moet geconcludeerd worden dat het eigenlijk, hoewel ze exoot kunnen zijn, dus van elders naar ons gebied gebracht zijn, zoals de Romeinen 2000 jaar geleden de appel en de walnoot naar onze landschappen brachten, dat dat soorten zijn die zich netjes gedragen. Dat bracht mij tot de stelling, de meeste exoten deugen. Het zijn net mensen. En er zijn misschien een paar invasieve exoten binnen de landplanten te onderscheiden. Daarbij moeten we nog opletten dat wat wij geneigd zijn invasief gedrag te noemen, het woekeren van planten, dat is niet automatisch invasief. Bedenk maar de bamboe. Sommige mensen hebben spijt van dat ze die plant met overigens heerlijke scheuten ooit in een achtertuin hebben gezet, want na een paar jaar gaat die lekker goed groeien en voor je het weet heb je een burenruzie. De bamboe woekert, maar hij is niet invasief, want hij zaait zich niet uit. En overigens, als je 70 jaar geduld hebt, sterft hij van zichzelf. Dus dat is de maximale levensduur van iedere bamboesoort. Dus wat dat betreft is de bamboe niet te kwalificeren als een invasieve soort. Maar er zijn sommige planten, het Japanse duizendknoop en de Siberische reuzenbeerdenklauw zijn meest bekend, die echt zich goed verspreiden en een dominant kunnen gaan worden in bepaalde vegetaties. De Europese Unie heeft een lijst opgesteld, de Unielijst genoemd, en daar staan soorten op die niet verhandeld en niet aangeplant mogen worden. Grappig genoeg, als je die lijst beter tegen het licht houdt, is het allemaal een klein beetje arbitrair, want ieder lidstaat kan een soort aandragen. En als de meerderheid van de lidstaten niet tegenstemt,
staat hij op de lijst. Bijvoorbeeld het mammoetblad, de groenera, een plant uit Chili, uit de bergen daar, die in Ierland lastig wordt gevonden. Daarom is die aangedragen door Ierland. Maar die eigenlijk op het Europese continent gewoon doodvriest. Maar hij is dus toch verboden in Polen, in Finland en een ketelbroek waar hem staan, want hij heeft eetbare stengels. Hij staat pas kort op de Unielijst. Helaas is de plant bij ons doodgevroren. Dat kan niet echt als invasieve soort beschouwd worden. Het betekent alleen maar dat je bij het kijken naar planten die mogelijk invasief kunnen worden, ook de context moet meenemen. In welke biotoop zijn ze thuis en in welke klimaatzone vertonen ze het gedrag dat invasief is. En dan is misschien de Europese Unie qua oppervlakte groot om met één lijstje te doen en zou je ook fijnmaziger moeten doen. En dan is er nog een grappig ander voorbeeld. De Douglasspar is een exoot, komt van de westkust van Canada en de Verenigde Staten, maar is grappig genoeg onderdeel van een natuurdoeltype. En wat in Nederland krijg je zelfs natuursubsidie en natuurdoeltype droog bos met productie voor de kennis N16.03. Daarin word je geacht exoten van met meer dan 20% van het areaal te hebben staan. Dus Douglassparren zaaien zich agressief uit in een gebied. Ze leveren overigens ook fantastisch hout en er zit dus een bosbouwbelang mee verbonden. Maar daarom blijkt opeens die economische maatstaf maatgevend en is er geen meerderheid te vinden van lidstaten die deze invasieve exoot met een nuttig gedrag, nuttige kwaliteit op de Unielijst zetten. Dit gezegd hebbend, binnen de Green Deal voedselbossen hebben we met elkaar ook het kritische rapport van de NVWA benut om te kijken van, nou ja, er zijn in Nederland ook bepaalde natuurgebieden, de duinen, de hoogvenen, waar enkele soorten die gewoon zijn toegestaan, die dus niet op de Unielijst staan, die wel iets eetbaars opleveren, toch schade kunnen aanrichten. Omdat zij verspreid worden veelal via vogels in het landschap. En dat ze in die biotopen makkelijk kiemen en plek innemen. En zo bezien daar het gedrag hebben van een invasieve exoot. En dat komt erop neer dat we hebben geadviseerd, zit je in de buurt van de duinen, dus aan de kust, plant daar geen rimpelroos, ondanks de lekkere bloemblaadjes en de dikke rozenbottels, want hij zaait zich uit in de duinen. Overigens, hij is gewoon bij Intratuin te koop. Gemeente plant hem aan in plantsoenen. Dat zijn verantwoordelijkheden buiten ons adviesterrein, maar laten we binnen voedselbosbouw als ja, maatschappelijke verantwoordelijkheid nemend geen rimpelroos in de buurt van duinen. Hetzelfde geldt voor de blauwe bes bij onze laatste hoogveenreservaten. Blauwe bes is familie van de bosbes, houdt van een beetje zuurig. Hoogveenreservaten zijn zuur. Overigens in Oost-Brabant en Noord-Limburg zitten de grootste commerciële blauwe bessenkwekerijen van Europa. En ligt ook de Mariapeel en de Deurnense peel en de Grote peel pal naast elkaar. Maar begin je in die contraille een voedselbos, doe dan toch maar geen blauwe bes. Want voor de natuurbeheerders is het een groot zorgpunt dat de Amerikaanse blauwe bes veel ruimte in die zeer kwetsbare gebieden gaat innemen. Dat geldt ook voor de appelbes in laagveengebieden, die kan behoorlijk in die context gaan woekeren. Dat lukt je niet op zandgrond. Dus het vergt opnieuw maatwerk en denken waar je welke plant wel of niet kunt aanplanten. En dat laatste punt op deze pagina geeft dus ook aan dat we moeten af van een lijst van planten waar we zeggen die plant is per se fout, die plant is per se goed. Het gaat ook om de context. En dan is de volgende les eigenlijk van een plantengemeenschap die divers is samengesteld, is sowieso klimaatbestendiger, fijner voor de natuur. Daar vinden meer soorten een plek. En dit is eigenlijk een pleidooi voor enerzijds de multiculturele plantengemeenschappen die een voedselbos, een goed ontworpen voedselbos is. Dan heb je planten die inheems zijn en exotisch zijn en samen een sterk systeem bieden. En het voorkomt ook dat gebieden overrompeld worden die als het ware door de mensen verstoord en leeggemaakt zijn. Want je kunt zeggen wat je wil over de Japanse duizendknop, maar als je hem ergens ziet groeien,
zie je meestal een verstoord landschap door mensenwerk. Een taluut langs een snelweg, een parkeerplek, langs de rails van de spoorwegen. Dat kunnen we moeilijk zeggen, dat zijn ongeschonden biotopen en authentieke landschappen. En dan begint het te spiegelen, en dat is een interessante studie die dit jaar verscheen, naar een gebied in Canada waar mensen in de eind 18e en de 19e eeuw doelbewust eetbare soorten in hun bosomgeving hadden aangeplant, waaronder dus veel bomen dus, en struiken voor noten en bessen als onderdeel van hun dieet. Die mensen zelf zijn slachtoffer geworden van de ziektes die Europeanen meebrachten. Europeanen en Aziaten hebben een lange geschiedenis met samenleven met vee. Voor de Amerikaanse inheemse bevolking was dat fataal. Die konden niet tegen de Europese ziektes. En opnieuw, dat is dus eigenlijk de mens als invasieve exoot en gastheer van andere invasieve exoten. In tijden van pandemie speelt dat af en toe ook. En die door het vee met de mensen verbonden ziektes hebben dus in Amerika tot een bevolkingskrimp geleid. Nog ernstiger dan het kolonialisme zelf. En dat betekent dat gebieden werden verlaten. En in diezelfde gebieden die toen verlaten zijn, is onlangs onderzoek gedaan naar hoe liggen deze bossen er nu bij. En toen bleek dat de bossen die 2 eeuwen eerder waren verrijkt met soorten van elders, dus noten en bessenstruiken, dat die verrassend genoeg nog steeds een hogere biodiversiteit hadden van bestuivende insecten, van zoogdieren, van vogels, die genoten van de opgepimpte diversiteit die dit soort meerjarige systemen hebben. Eigenlijk een voedselbos avant la lettre. En dat bracht me even terug bij deze kaart van Vavilov, wat ik net al liet doorschemeren. Dit zijn deze herkomstgebieden van biodiversiteit zijn ontzettend belangrijk om te weten dat ze bestaan. Maar dit is een beeld uit 1926, toen de mensen in Duitsland en Rusland roggebrood en aardappelen en aten. En dit is eigenlijk ja, en appelmoes. De appelmoes komt uit 6 uit Centraal-Azië, de rogge uit 4 uit de Levant. En de aardappelen uit 2A uit Peru. En wat op deze kaart ontbreekt, zijn eigenlijk de meerjarige soorten. En voor een deel verklaart het ook de leegte in Amazonië en het Congo-bekken. Dat zijn juist enorme diverse biotopen met grote diversiteit. Maar ook voor een deel underutilized plants. Planten die nog niet benut werden in het westerse dieet, waarop deze kaart is gebaseerd. Hetzelfde geldt voor Noord-Amerika, waar 20 notenbomen de ijstijden hebben overleefd, waar het in Europa 0 was. Laatste plaatje, René, want ik zie je al op de tijd letten. Dus er blijkt in ons landbouwgebied meer voedselproductie mogelijk dan we pakweg een eeuw geleden wisten, ten tijde van dat Vavilov zijn hypothese ontvouwde, omdat er meer eetbare planten zijn dan de eenjarige teelten alleen. Nu we een klimaatcrisis hebben en het belang van meerjarige teelten die koolstof binden, bodem vasthouden en biodiversiteit herstellen gaan onderkennen, moeten we ook vaststellen, daar hebben we exoten voor nodig. Dit is een voorbeeld van een een toekomstgerichte schijf van 5, waarin enkele tientallen plantensoorten vertegenwoordigd zijn uit ons voedselbos Ketelbroek bij Groesbeek. En daarvan zijn er precies 2 inheems. Zijnde de hazelnoot, dat was al een neolithisch borrelnootje, dat past binnen de schijf van 5 vanwege de eiwitten en de goede olie. En verder de brandnetel, een zeer smakelijke en rijke voorjaarsgroente. En de andere zijn exoten, staan in Ketelbroek, maar het zijn geen invasieve exoten. Dus dat verschil tussen exoten en invasieve exoten beseffen is gewoon enorm belangrijk. En daar moeten we een pleidooi voor blijven houden. En ze komen dus uit regio's waar van nature een rijkere biodiversiteit
de ijstijden heeft overleefd. En het kan Oost-Azië zijn, het kan Centraal-Azië zijn, het kan het Midden-Oosten zijn, het kan Noord-Amerika zijn, het kan Chili zijn. En samen vormen ze een multiculturele plantengemeenschap die rijk is voor de natuur. En we moeten dus verdedigen tegen te makkelijk denken tegen exoten. Steeds afbellen, wat bedoel je, wat is het probleem en wat eet je trouwens zelf, want meestal eten wij exoten. Dat was mijn presentatie. Ik zal stop share doen, zodat we door kunnen gaan naar de presentatie van Bart Niesen van Bosgroep Zuid. Nou is mijn grote vraag hoe ik hier even uitkom. Ja, dat lukt. Ja, bedankt. Dan gaan we gelijk door, denk ik, René, met mijn presentatie. Ik moet ook even verdiepen hoe ik dat ding deel. Ik denk dat jullie nu mijn presentatie zien. Ja? Ja. Mooi. Bedankt Wouter en René voor de uitnodiging. Het zijn dingen die ik graag doe. Invasieve exoten is inderdaad een heel spannend onderwerp. Mijn naam is Bart Niesen. Ik ben bosecoloog bij Bosgroep Zuid-Nederland. En ik hou me bezig met optimalisering van het bosbeheer. En daar krijg je dus ook met exoten te maken. En waar ik het over ga hebben is wat we kunnen leren van de ecosysteemaanpak van exoten. Zoals we die ontwikkeld hebben en zoals we die verder ontwikkelen in het project Life Resilias. En dat is ook de reden waarom ik hier de slides van de Life Resilias gebruik. En Life Resilias is een project wat gericht is op het voorkomen van dominantie van invasieve exoten. En dat doen wij door de veerkracht van bos en natuur te versterken. Dat is een project dat voeren wij uit samen met de Stichting Bargeveen uit Nijmegen. En daarvoor hebben we financiering gekregen van de Europese Unie. Ja, wat doen we in het project? We verhogen de veerkracht van 1740 hectare kwetsbare ecosystemen in bos en natuur. En wij doen een forse aanzet om die aanpak, het versterken van die ecosystemen, ook uit te rollen naar nog eens 40.000 hectare in Nederland en de buurlanden. We delen kennis en we richten ons inderdaad ook op andere doelgroepen zoals beleid en onderzoekers. De essentie dus van Life Resilias is dat we niet de exoot als een probleem zien, maar dat in heel veel gevallen eigenlijk het ecosysteem het probleem is. Een ecosysteem wat niet goed functioneert, daar kunnen nieuwe soorten, want exoten zijn nieuwe soorten, zich makkelijk in vestigen. En daarom hebben wij een aantal verschillende soorten van ecosystemen bij de kop gepakt. En een aantal verschillende types van nieuwe soorten. Om te laten zien dat deze aanpak, waarbij je de veerkracht van het ecosysteem versterkt, dat dat op veel verschillende plaatsen voor veel verschillende soorten kan werken. Dus in bossen gaan we dan vooral aan de slag, of zijn we vooral aan de slag met Amerikaanse vogelkers, Amerikaanse eiken, robinia en hemelboom. In beekdalen richten we ons op de duizenknopen, net zoals in graslanden. En in de wetlands richten we ons op zonnebaars en watergrasula. Allemaal soorten waarvan we moeten accepteren dat die nooit meer uit Nederland of uit Europa zullen verdwijnen. En waarbij we dus ons niet kunnen permitteren om nog tot, zeg maar, de komende ijstijd die soorten te bestrijden. Dus we moeten nadenken over hoe we die soorten een plek geven in die ecosystemen zodanig dat die niet, dat we er geen last van hebben. Nou ja, dat onderzoek dat wordt dus betaald door Europa, maar wordt mede ook gesponsord door provincies Noord-Brabant, Utrecht en Zeeland, door Rijkswaterstaat en door het waterbedrijf Evides. Want ergens moet je het geld vandaan halen, wil je dit soort nieuwe ontwikkelingen in gang zetten. Goed, we gingen het hebben over exoten. Wat is een exoot? Ja, dit gaat een beetje dubbelen met Wouter. Dat is jammer dat Wouter en ik niet van tevoren hebben een beetje op elkaar afgesteld, maar dat is op zich niet zo erg. Sinds Mesolithicum planten mensen soorten aan, verslepen mensen soorten, vooral voor voedsel, maar ook voor hout of zo. Maar vooral voor voedsel. En de oudste soort waarvan het echt goed bekend is de hazelaar. De hazelaar is door de mens weer na de ijstijd terug naar Noordwest-Europa gehaald. En de hazelaar die was hier aanwezig. De schalen van de hazelaar die waren bij ons aanwezig.
voor de steentijd en lang voor dat de pollen van de hazelaar aanwezig waren. Dat betekent dus dat je duidelijk kon zien dat die mens die hazelaar versleept had en de pollen zijn er dan aangekomen nadat die inderdaad ook uitgezaaid is. Nou ja, de appel heeft Wouter het ook over gehad. Graan, aardappel, trotsbosbest, appelbest, dat verhaal kennen we nu ondertussen. Maar exoten zijn er niet alleen bewust verplaatst. Exoten zijn ook cultuurvolgers. Met het graan zijn akkeronkruiden meegekomen. Zijn vogels meegekomen, bijvoorbeeld de mus. Maar dan later is met ons transport over de hele wereld ook een Aziatische horenaar of een tijgermug meegekomen. Dus niet alle exoten zijn bewust naar hier gehaald. Sommigen zijn ook gewoon per ongeluk meegekomen. En eigenlijk is mijn samenvatting van wat een exoot is. De enige sluitende definitie van exoot is dat het een soort is die minder lang aanwezig is dan andere soorten. En dan noemen we dat exoot. Omdat die blijkbaar bij ons nog vreemd is. En dan hebben we altijd het idee, ja, zo'n exoot die past niet in ons ecosysteem. Die heeft daar geen relaties mee opgebouwd. En die levert ons qua biodiversiteit niks op. Want dat is een soort van, ja, bijna een soort van plastic plant of een plastic dier. Nou, dat is natuurlijk helemaal niet waar. Die soorten die functioneren hier, die hebben relaties met heel veel andere soorten. En dit is een leuk onderzoek van Naturalis uit 2013 tot 2016. Ze hebben daar 3 jaar onderzoek gedaan. En ze hebben de vraat aan de Amerikaanse vogelkers vergeleken met de vraat aan de Europese vogelkers. Dus de Prunus serotina en de Prunus padus. De ene uit Noord-Amerika, de andere uit Europa. En wat je dan ziet is dat de vraat aan de Amerikaanse vogelkers sinds 1850 naar nu toe enorm toegenomen is. Nou, hoe hebben ze dat kunnen bekijken? Naturalis heeft in Leiden, in hun herbarium, hele bakken vol met bladeren liggen van Amerikaanse vogelkers. En ze hebben, ik denk, werkstudenten of zo gek gekregen om precies aan al die bladeren te gaan meten hoeveel vraat er aan zat. En datzelfde hebben ze ook gedaan met Prunus padus. Dus als je op je linker plaatje kijkt, is het bovenste, dat is de Amerikaanse vogelkers. Het onderste is de Europese vogelkers. En dan zie je dus dat bij de Amerikaanse vogelkers die vraat enorm toeneemt. En dat die bij de Europese vogelkers gelijk blijft. En dat die momenteel op een gelijk niveau zitten. Dus met de tijd gaan de insecten zich aanpassen aan die nieuwe soort. En gaan die leren kennen en leren waarderen als voedsel. Dat is wat je evolutionaire aanpassing noemt. En dat gaat dus blijkbaar heel snel, want het is dus inderdaad wat is het, 150 jaar hè, dat dit proces gaande is. Maar ook al vanaf het begin werd er aan gegeten, zoals je zag. Nou, ze hebben dat dus inderdaad dan ook verder uitgesplitst en dan zie je dus dat er aan Amerikaanse vogelkers en aan Europese vogelkers ongeveer evenveel gegeten wordt en ook ongeveer gelijk verdeeld over de verschillende soortengroepen. Dus zo'n exoot wordt relatief snel een gewoon onderdeel van ons ecosysteem. Grappig is dat dat beestje wat hieronder staat, dat kevertje, dat vijf stippelige struikkever, die leefde tot voor kort alleen maar op lijsterbes en die is sinds kort overgestapt en die leeft nu vooral op Amerikaanse vogelkers. Dus hij heeft nu nog twee planten waar hij van leeft in plaats van één. En als je dan in het algemeen gaat kijken, dat komt door mijn eigen onderzoek, er zit in deze presentatie relatief veel over Amerikaanse vogelkers omdat ik daar een beetje specialist in ben. Dan zie je dus dat er momenteel Europa breed van Amerikaanse vogelkers 178 insectensoorten leven. Of die daar ook van leven, ook die ervan eten. En dat meer is dan bijvoorbeeld de sneeuwdoren, de lijsterbes, de jeneverbes op de hulst. En dat wil niet zeggen dat alle exotische planten meer biodiversiteit met zich meebrengen dan inheemse soorten. Het geeft alleen maar aan dat het niet zo is dat een per definitie een exotische soort minder betekent voor de biodiversiteit dan inheemse soorten. Ja, wat ook heel interessant is voor exoten is dat er heel dikwijls verondersteld wordt dat die negatieve uitwerkingen hebben op andere plantensoorten doordat zij met hun bladeren of met hun wortels stoffen uitscheiden waar de inheemse planten niet tegen kunnen.
Bij Amerikaanse vogelkers is de verdachte heel snel. Hè? Zoals jullie weten hebben prunensoorten in hun blad of in hun pitten en zo blauwzuur. Of stoffen die blauwzuur ontwikkelen. Nou, dat is voor Amerikaanse vogelkers ook zo. Dus de veronderstelling was heel snel dat er onder Amerikaanse vogelkers niks zou groeien. Of weinig zou groeien omdat dat blauwzuur dat terecht komt. Nou, dit is een onderzoek van de Universiteit van Wageningen. Daarin hebben ze dus struiklagen... gemengde struiklagen vergeleken, plaatje boven, met lijster, best vuilboom, berk en Amerikaanse vogelkers. En onder heb je dan een struiklagen van alleen Amerikaanse vogelkers. En wat je dan ziet, dat die Shannon-index, die index voor biodiversiteit, dat die eigenlijk bij de twee types eenzelfde curve laat zien. Dat je bij weinig struiklaag en relatief lage biodiversiteit hebt, dat die biodiversiteit toeneemt met de bedekking van de struiklaag. En dat die weer afneemt als je struiklaag dichter wordt. En dat die twee curves ongeveer gelijk opgaan. Waarbij de biodiversiteit onder de Amerikaanse vogelkers hoger ligt dan onder de gemengde struiklaag. Een opvallend verschijnsel. Ik weet niet precies hoe dat komt. Maar in ieder geval, het ontkracht dat idee dat zo'n exotische boomsoort in een bos per definitie negatief uit zou werken op de kruidlaag. Nou ja, dus die ecologische integratie, dat is iets natuurlijk waar de mensen niks voor gedaan hebben. Ja, behalve dan die exoot naar hier gehaald. Maar de Amerikaanse vogelkers heeft zich gewoon spontaan zelf actief geïntegreerd in het ecosysteem. En geleidelijk aan is die geaccepteerd door de vogels en door de insecten. En hij is daar gewoon onderdeel van. En je kan hem niet meer wegdenken uit Nederland. Moeizamer gaat het met de maatschappelijke integratie van exoten. Als je kijkt naar de mus. De mus is een exoot. Die is hier gekomen achter de graanvelden aan. Die was ooit een hele grote plaag voor landbouwers. Omdat hij natuurlijk het graan opat. Of een deel van het graan. En nu maken we ons zorgen dat die mus achteruit gaat. Dus we hebben die dusdanig geaccepteerd als zijnde van ons. Dat we ons er nu zorgen voor maken. Hetzelfde geldt voor de mispel. Die is in de middeleeuwen op grote schaal aangeplant. Iedereen is vergeten dat überhaupt een exoot is. En het staat nu gewoon op de rode lijst. Op de rode lijst van bedreigde soorten. Nou, konijn is ook zo'n soort die met pijn en moeite uit Zuid-Europa, uit Spanje hier ingevoerd is. Dat beest wil je absoluut niet kweken. Daar hebben ze hele jarenlang inspanning gedaan om dat beest zover te krijgen. Nou ja, en nu zijn we bang dat die of door myxomatose of wat dan ook voor ziektes gaat verdwijnen. En dat we er in duimbeheer last van krijgen. Zo zie je dat het beeld wat we hebben van soorten heel sterk verandert. En op het ogenblik dat we gevoelsmatig zo'n soort gaan tot ons rekenen, tot onze groep rekenen. Dat een soort die erbij hoort. Dan gaan we er opeens zorgen om hebben. En zolang dat niet zo is, dus de meer recente exoten, die we nog echt zien als een vreemde. Daar gaan we ons tegen afzetten. Oeve Stavinger en Ingo Kowarik, die hebben in 2003 een onderzoek gedaan naar de houding terug in de geschiedenis ten aanzien van Amerikaanse vogelkers. En dan zie je dat die oorspronkelijk heel enthousiast onthaald is. Als sierboom, als houtproductie, als bodemverbeteraar, wat die inderdaad heel erg goed blijkt te doen. En dan op een gegeven ogenblik kregen wij daar in de bosbouw last van. Want we gingen met kaalkapsystemen werken. We maakten hele grote kaalkappen waar heel veel licht was. En die Amerikaanse vogelkers gingen daar fantastisch verjongen. En die groeide sneller dan die grove den. Waardoor die grove den, wat het doelsoort was van de bosbouwers, niet van de grond kwam. En dan zijn we dat dus eigenlijk als een bospest te gaan beschouwen. Die naam die komt van Westerhof. Uit een artikel uit 1959, waarin dat hij dus letterlijk schrijft dat onder Amerikaanse vogelkers niks kan groeien. En wat grappig is, dit is een plaatje uit 2003, is dat eigenlijk Uwe Stavinger en Ingo Kowarik toen eigenlijk al voor zagen dat wij rond deze tijd er stilaan die Amerikaanse vogelkers als een normale soort zouden gaan accepteren. Het proces waar we nu eigenlijk middenin zitten. Maar wat belangrijk is dat het beeld dat we hebben van exoten iets heel maatschappelijks is en dikwijls heel weinig te maken heeft met de werkelijkheid. Ja, invasieve exoten dan. Tot nu toe hebben we het over exoten gehad. We gaan het nu over invasieve exoten hebben. Wat zijn dan invasieve exoten?
Nou ja, daar wordt van gezegd, een klein percentage van exoten kan zich invasief gedragen. En ik kwam recent pas dat boek hier rechts van Etienne Brocard tegen, uit 2016. Ik ken Etienne al lang, maar ik wist niet dat hij het boek geschreven had. En Etienne, dat was iemand, toen ik hem leerde kennen, een jaar of 20 geleden, die heel fanatiek tegen alle exoten was. En Etienne is verantwoordelijk voor het exotenbeleid in de Waalse regio in België, dus het Franstalige deel van België. Hij is heel intensief met exoten bezig en hij is heel erg opgeschoven in zijn houding ten aanzien van exoten. Hij ziet heel duidelijk dat, daar gaat het verhaal over, dat exoten niet iets is, dat invasief niet iets is wat een eigenschap van exoten is, maar dat invasiviteit een verzameling is van een aantal eigenschappen die maken dat soorten invasief kunnen worden. En hij schrijft dan ook in het boek dat heel veel soorten die ze bij ons invasief gedragen, dat die dat thuis ook doen. Nerveuze beerklauw is daar een duidelijk voorbeeld van. Maar de Amerikaanse vogelkers ook. De Amerikaanse vogelkers die heeft in het noordoosten van de Verenigde Staten gigantische oppervlakte aan akkers en weilanden omgezet in bos. De New England, dat was ooit zo'n 80% landbouwgrond en dat is nu zo'n 80% bos. Dat is een heel spontaan proces geweest en de pionier die ervoor gezorgd heeft dat bos weer, dat akkers en weilanden weer bos werden, dat was de Amerikaanse vogelkers. Dat vond men daar helemaal niet erg, want ze zeggen, nou, dat is een soort die hoort erbij, die is van ons, dat is gewoon pioniergedrag, dat is mooi en daarna komen de andere soorten wel. Als de Amerikaanse vogelkers bij ons exact datzelfde gedrag vertoont, en dat doet hij, want hij gaat zich vestigen waar veel licht is, en hij gaat daarvan open van korte vegetatie, graslanden of heide, gaat die bos maken. Dan zeggen we, oei, oei, invasief exoot. Nee, wat we eigenlijk beschrijven is pioniergedrag van een plantensoort. En dat is eigenlijk wat dan invasief genoemd wordt. Nou, edelhert is een ander mooi voorbeeld van invasiviteit. Edelhert is een soort die we allemaal als recreant heel erg leuk vinden. Maar die een ramp is op dit moment, zowel in Europa, Amerika als in Azië, voor de ontwikkeling van het bos. Door de grote hoeveelheden die er zijn en door de ongebreidelde uitbreiding van die soort. Dus of je een soort invasief noemt, is puur een manier waarop je tegenaan kijkt. Voor planten zou ik zeggen, een invasieve soort is eigenlijk een andere naam voor een pionierboomsoort of voor een pioniersoort. Ook een berk, een brandnetel, een distel, een braam, dat zijn pioniersoorten die heel snel ruimte innemen. Ja, dan kunnen we, als het exoten zijn, noemen we het invasief. Als het inheemse soorten zijn, noemen we dat pioniers. Dus laten we proberen dat onderscheid niet te maken tussen exoten en inheemse, maar het gewoon te hebben over de eigenschappen die maken dat een soort pionierachtig gedrag vertoont. En dat heeft te maken met een grote zaadproductie, vaak al vanaf jonge leeftijd, makkelijke verspreiding met windvogels of worteluitlopers, snelle groei en meestal hebben ze ook hoge lichtbehoeften. Dus als we het woord invasief al willen gebruiken, dan zou ik dat willen gebruiken voor zowel inheems als voor exotische soorten. En ik zou er dan graag het woord potentieel aan vastplakken, want in de ene omstandigheden zijn ze überhaupt niet invasief. En in andere omstandigheden, meestal verstoorde omstandigheden, kunnen ze heel invasief zijn. Dus dat zijn soorten met een potentie om invasief te worden, als wij het ecosysteem dusdanig mishandelen dat daar ruimte voor ontstaat. Dan komen we bij de vraag waarom dat die invasieve soort zich dan invasief gaat gedragen. Nou ja, zie dit een beetje als een versimpeling van een ecosysteem. Je hebt hier drie assen, driedimensionaal. We kunnen als mensen moeilijk vierdimensionaal denken. Dus doen we driedimensionaal. En laten we zeggen dat op die assen staat lichtbeschikbaarheid, nutriëntenbeschikbaarheid en vochtbeschikbaarheid. Dan ontwikkelt zich in zo'n ruimte een ecosysteem. Dat ecosysteem zit, als het goed in elkaar zit, zoals een goed functionerend voedselbos, vol met allerlei soorten die alle ruimte die er beschikbaar is door die drie hulpmiddelen benut. Dat is natuurlijk geen evenwicht, dat is een dynamisch evenwicht. Die soorten hebben met elkaar in concurrentie. Maar daar komen geen nieuwe soorten bij, want alles wat erin is, wordt benut. Als er nu een verstoring plaatsvindt,
En dat kan bijvoorbeeld zijn dat er een deel van de soorten verdwijnt. Ja, dan ontstaat er ruimte. Dan is er licht, water en voedingsstoffen over. En dat wordt dan gevuld door wat we dan die boze jongens vinden. Dat is wat er bij bestoring gebeurt. Dat is bijvoorbeeld in het kader van ons project, als er een opschoonwerkzaamheden van een ven plaatsvinden, dan wordt die oever schoongemaakt. En dat is de ideale omstandigheden voor de watercrassula om die ruimte in te nemen. Een andere bedreiging van een min of meer stabiel ecosysteem, verandering. Als een van de hulpbronnen sterk verandert, bijvoorbeeld dat er opeens meer licht komt, dan zie je dus ook weer dat een groot deel van die aanwezige soorten, dat die uit het systeem vallen. En dat er dus weer ruimte komt voor al die boze jongens die daar gebruik van maken. Dus die veranderingen in het ecosysteem, die ervoor zorgen dat het ecosysteem niet meer volledig is, dat maakt ruimte dat soorten die invasieve aanleg hebben, ook invasief worden. Zoals bijvoorbeeld hier de hemelboom die zich vestigt als er licht komt in het bos. Dus wanneer gedraagt een invasieve soort zich invasief? Wanneer er in het ecosysteem onbenutte hulpbronnen zijn. En dan simpel gezegd hebben we het dan over licht, voedingsstoffen en vocht. Of je kunt zeggen, als er in het ecosysteem onvoldoende concurrentie aanwezig is, die zich elkaar beconcurreren voor deze hulpbronnen. Jullie merken al een beetje waar dit naartoe gaat, wat betreft voedselbossen, waar je natuurlijk streeft naar hele mooie volledige ecosystemen. En wanneer worden invasieve soorten ook invasief? Wanneer er onvoldoende vijanden aanwezig zijn. Dat is dan meestal meer voor dieren dat geldt dan voor planten, maar ook voor planten. Bijvoorbeeld Amerikaanse vogelkers, als je een hoge vraatdruk hebt in het bos, als er veel herten en reeën rondlopen, ja, dan krijg je heel veel Amerikaanse vogelkers, omdat die herten en reeën die eten liever de eikjes en de beukjes en de esdoorns en de lindes. En dat maakt dus dat die hoge vraatdruk die inheemse soorten terugdringt. En dat zijn dan de vijanden, en de Amerikaanse vogelkers heeft zo'n vijand niet, want net in Europa, net zoals in Noord-Amerika, is er geen enkel dier wat graag een Amerikaanse vogelkers eet. En predatie natuurlijk, hè. Dat is natuurlijk waarom dat edelhert zo gigantisch uitbreidt, omdat er onvoldoende predatie is om die populatie in de klauwen te houden. Dus wat er gebeurt is dat zo gauw dat er open niches ontstaan, dus een overschot aan hulpbronnen, aan licht, nutriënten en vocht, dan kunnen invasieve soorten invasief worden. En of dat dan de Amerikaanse vogelkers is of de berk, dat is puur afhankelijk van welke zaadbron het dichtst bij staat. Dat heeft niks te maken met of dat een exoot is of een inheemse soort. Dus wat doen we bij de ecosysteemaanpak van invasieve exoten? Dat heet in ons project netjes Ecosystem Resilience Approach. Want dat moet je natuurlijk allemaal in het Engels doen, zo'n aanvraag. Wat je doet is het voorkomen van open niches. En dat doe je door het herstellen van ongewenste veranderingen die in het milieu hebben plaatsgevonden. Dus je gaat dan de soortensamenstelling weer optimaliseren van het ecosysteem. En je gaat de aantasting, het kan verdroging zijn of verzuring zijn of een vegetatiestructuur die veel te eenzijdig is, die ga je ongedaan maken. Ja, dan gaan we naar voedselbossen. Wat heeft deze ecosysteemaanpak nu met voedselbossen te maken? Nou, hier kan ik weer even snel door, want dat heeft Wouter netjes voor me gedaan. Om te beginnen, met alle beperkingen die er zijn natuurlijk aan de wet en regelgevingen en de nog grotere beperkingen die er zijn aan de Unielijst, is dat natuurlijk wel een gegeven dat je jezelf heel erg onmogelijk maakt als je daar geen rekening mee gaat houden. Ook al als je denkt dat je die soorten wel in de klauw kunt houden. Dus wees daar voorzichtig mee, gebruik die soorten niet. En als je verder wil weten hoe het precies zit met die wetgeving, op de website van invasieveexoten.info, daar kan je prachtig een samenvatting vinden van de hele wet en regelgeving in Nederland rond de invasieve exoten. Maar in essentie komt het erop neer dat je rekening houdt met de buren. En eigenlijk is dat niet anders
dan wat boeren altijd gedaan hebben vroeger. Dat je je eigen onkruid niet laat overwaaien naar de buren. We hebben altijd in Nederland distelverordeningen gehad. Die hebben we vanuit onze sector, natuurbescherming, hebben we die eigenlijk druk uitgeoefend om die af te schaffen. Want we zeggen distels, dat is een soort, die hoort erbij, die moet je niet bestrijden. Maar een distelverordening betekende eigenlijk dat je jouw overlast niet bij de buren liet komen. Nou, op dezelfde manier houden we nu ook rekening met het niet veroorzaken van overlast. Dat lijstje wat je geeft, dat heeft Wouter net ook al gegeven. Hè? Dat je geen rimpelrozen bij de duinen gaat aanplanten, geen appelbes bij laagvenen en geen Amerikaanse blauwe bes bij hoogvenenreservaten. Nou, dat heb ik netjes gehaald in het rapport waar Wouter net over had. En ik vind dat Wouter een beetje te negatief over dat rapport is. Want dat rapport eindigt eigenlijk met een enorme veer in de reet van de pioniers in de voedselbosbouw. Want eigenlijk constateren ze dat er nauwelijks risico's zijn met uitheemse soorten vanuit de voedselbosbouw. En dat het te maken heeft met de deskundigheid van de bosboeren. Dus dat is ook een hele interessante waarneming om te lezen. En ik denk dat dat ook iets is waar we moeten blijven aan werken. Dat we weten wat we doen. Dat we onze keuzes bewust maken. Dat we iedere keer de afweging maken. Pakken we die soort erbij, pakken we hem er niet bij. Waar wel, waar niet. Als verantwoorde buur van de buren om ons heen. Goed. Die verantwoordelijkheid voor die omgeving die slaat ook soms wel een beetje door natuurlijk. Wat me opviel toen ik dat rapport doornam, is dat er blijkbaar in voedselbossen geen Amerikaanse voorkers aangeplant wordt. Heel grappig, dat is een heel lekker soort. Je kan er wijn van maken, je kan er jam van maken, je kan er oneindig veel voedselproducten van maken. Maar die heeft in de afgelopen 60 jaar dusdanig het image gekregen van heel, 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 heel erg slecht als soort, dat we blijkbaar zelfs niet durven om die aan te planten. Nou ja, en eigenlijk is dat nu precies een soort waarbij je dat die terughoudendheid niet zou hoeven te hebben. Het kaartje wat je links ziet, dat is de verspreiding in 1963. Eigenlijk voor we met de bestrijding begonnen. Rechts is het kaartje nu. Daar zitten 200 tot 500 miljoen euro aan bestrijdingskosten tussen. En je ziet hoe efficiënt we geweest zijn met bestrijden. Dus die soort die zit gewoon overal in het landschap. Dus je hebt echt geen risico meer dat als je die soort in voedselbos aanplant, dat je ergens problemen gaat veroorzaken, want hij zit al overal in het landschap. Dus dat is ook iets waar je rekening mee moet houden. Een soort die dusdanig algemeen is geworden, is dat die onderdeel is geworden van ons ecosysteem, daar heb je niet meer een terughoudendheid nodig om hem aan te planten. En als ik jullie dan een tip mag geven, zoek eens even naar Capulin. Capulin is een selectie van Amerikaanse voorkeurs, ooit door de inheemse volkeren in Zuid-Amerika, voor de komst van de Europeanen. En die hebben die geselecteerd op grootte van de kersen. En die zijn ongeveer zo groot als onze Europese kersen. Lijkt mij geweldig voor voedselbossen. Maar ik heb mezelf nooit erin verdiept. Ik weet dat die in Frankrijk hier en daar in het arboretum staat. En ik weet dus ook niet hoe goed die het bij ons doet. Maar Amerikaanse voorkers is niet een soort waar je het wie dan ook overlast mee gaat veroorzaken op het moment dat je hem aanplant. Want hij staat overal. Dan over de invasieve soorten in het voedselbos. We hebben namelijk heel veel invasieve soorten in het voedselbos. Voor mij zijn zevenblad, grote brandnetel, berenklauw, hagewinde, akkerdistel, braam, Japanse wijnbes, Japanse duizendknoop, gewone smeerwortel, groot kaarsenkruid, Amerikaanse voorkerst en nog vele andere die jullie in het voedselbos hebben staan. Dat zijn soorten die potentieel invasief zijn. Maar heb je dat dan last van in het voedselbos? Nou, in het ecosysteemaanpak die gaat ervan uit dat je om invasieve planten, om te voorkomen dat invasieve planten invasief worden, ga je de concurrentie voor licht, vocht en voedsel versterken. Nou, in voedselbossen ga je natuurlijk niet zoals wij in ecosystemen doen, in natuurgebieden doen, nutriënten en vocht beperken, wat heb je nodig, want je bent met een productief systeem bezig. Dus in voedselbos heb je eigenlijk alleen de concurrentie voor licht waar je mee kunt spelen. En dat kun je doen door aan gelaagdheid te werken.
aan schaduwtolerantie, met schaduwtolerantie van soorten rekening te houden en met de groeisnelheid van soorten rekening te houden. Dus de ecosysteemaanpak in een voedselbos betekent dat je je voedselbos zodanig inricht dat soorten die potentieel invasief zouden kunnen worden, dus die potentieel in je voedselbos andere soorten zouden kunnen verdringen, dat die dat niet kunnen omdat ze daar de plek niet voor krijgen. Ja, en dat is natuurlijk precies wat je in een voedselbos doet met je idee van 7 lagen. Ik zag dat net bij Wouter 9 lagen, nou laten we daar even vanaf zijn. Dat is een kwestie van definitie. Maar in principe is het uitgangspunt van een voedselbos dat je je bos zodanig inricht dat alle hulpbronnen, alle nutriënten, alle vocht, alle licht optimaal benut wordt. Dus dat betekent dat er geen ruimte ontstaat voor soorten om zich invasief te gedragen. Dus wat je eigenlijk met een voedselbos doet, als je het goed doet, is exact dat veerkrachtige ecosysteem inrichten, wat wij in natuurgebieden proberen in te richten tegen invasief gedrag van soorten. Dus eigenlijk is voedselbos aanpak een vorm van ecosysteem aanpak. Nou, een voorbeeld daarbij is een Amerikaanse voorkeur, als je die in het voedselbos zou hebben. Nou ja, waarom kan die invasief zijn? Heel simpel, hij heeft typisch die eigenschappen die bij een pionier horen. Vroege vruchtzetting, vanaf 3 tot 5 jaar. Nou, in voedselbos ben je daar misschien eerder blij mee dan dat je dat erg vindt. Heel veel vruchten. In onze regio elk jaar veel vruchten, zonder beurtjaren. En wat je in Noord-Amerika ziet, is hoe noordelijker je gaat, zeker als je in Zuid-Canada komt, dat ze soms maar 1 keer om de 7 jaar een goed vruchtjaar hebben. We hebben eigenlijk letterlijk elk jaar een goed vruchtjaar. Dus dat maakt hem extra invasief. Heeft een goede kiemkracht. Snelle jeugdgroei. Maar hij heeft ook een grote lichtbehoefte. En dat is de zwakke punt van de Amerikaanse voorkeurs. Waar je in een voedselbos gebruik van kunt maken. Om te zorgen dat hij dus niet je bos gaat domineren. Dus dat doe je door te spelen met licht. Wil je meer Amerikaanse voorkeurs, dan zorg je dat er meer licht komt op de bodem. Wil je minder Amerikaanse voorkeurs, dan zorg je dat het licht op de bodem beperkt blijft. Nou goed, je werkt natuurlijk met die basisprincipes van die verschillende lagen in voedselbossen. Dus wat je doet in voedselbossen, als je Amerikaanse voorkeurs aanplant, je zorgt altijd dat die gemengd staat of onderplant wordt met meer schaduwtolerante struiken. Bijvoorbeeld hazelaar is daar heel geschikt voor. De combinatie van het strooisel van hazelaar en Amerikaanse vogelkers is bovendien enorm goed voor de bodemvruchtbaarheid. Wat je wel krijgt als je natuurlijk zorgt dat invasieve soorten zoals Amerikaanse vogelkers geen licht hebben op je bosbodem om te kiemen. Dat betekent dat je daar minder dan 10% licht hebt. Dat die onderetage ook alleen maar nog maar geschikt is voor echt heel schaduwtolerante planten in je kruidlaag. En dat is natuurlijk iets waar je, als je de lichtbehoefte van die verschillende soorten kent, ja, dan zie je dat er die lichtminnende soorten, dat die toch wel ergens 10 of 20% licht nodig hebben, willen die echt gaan doorgroeien. Dus als je eronder blijft, kunnen die niet invasief worden. Goed, dan ben ik ongeveer bij de afsluiting van mijn presentatie. In de sector waar ik in werk, bos- en natuurbeheer, daar hebben we heel snel de neiging om alle exoten a priori tot vijand te verklaren. En als we dan een keertje een extra slag er bovenop willen doen, dan gaan we het invasieve exoten noemen. Want dan zijn ze helemaal eng, die soorten. Nou, en als je nu gaat kijken naar deze publicatie, dan zie je hier 3 boomsoorten staan. Nou, er staan er bij bomen maar 2, maar de Amerikaanse vogelkers staat onder struiken, terwijl het ook een boom van 20 meter hoog wordt. Dus de Amerikaanse vogelkers, de Amerikaanse eik en de robinia staan hier als soorten die proactief bestreden moeten worden. Dat is de reinste onzin. In het bos kun je die perfect integreren in je bosecosysteem. Op de heide natuurlijk gaan die zich ook vestigen en dan gaan die van die heide proberen een bos te maken. Net zoals de berk en de den en de eik dat ook doen. Dan moet je het niet hebben over exoten, dan moet je het over hebben dat je pionierboomsoorten op de heide ongewend zijn en dat je boomsoorten verwijdert van de heide. Dat heeft niks met exoten te maken. Dat is heel vreemd hoe dit soort lijsten tot stand komen. Nou ja, onderop de lijsten vinden jullie leuke 3 soorten terug. De rimpelgoos, de appelbes en de trosbosbes. Maar het gemak waarmee
invasieve exoten automatisch zonder al te veel na te denken tot vijanden verklaard worden, dat is eigenlijk stuitend. Dus ik zou zeggen, leer je vijanden kennen, dan blijkt misschien wel dat het je vrienden zijn. En sommigen misschien ook niet, en dan weet je tenminste waar je aan toe bent. Dus ik heb het liever over bevriende vreemden. Dankjewel, Bart.